Hoi Piepeloi, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Ik weet dat jullie van goocheldrukjes houden. Maar houden jullie ook van sprookjes? Ja, dat komt dan goed uit. Want vandaag ga ik jullie een verhaaltje vertellen en een goocheldrukje doen. Mijn verhaal gaat over drie beren. Ik heb natuurlijk geen echte beren meegebracht, want dat zou veel te gevaarlijk zijn. Maar ik heb hier drie touwen meegebracht en deze drie touwen stellen onze beren voor. Kijk, ik heb een kort touwtje. Wie zou dat kunnen zijn? Inderdaad, dat is Babybeer. En Babybeer die speelde de hele dag in het bos en toen hij 's avonds thuis kwam, was hij zo moe dat hij meteen ging slapen. En dan heb ik nog een iets langer touwtje. Wie zou dat kunnen zijn? Juist, dat is Mama Beer. En Mama Beer die had een hele dag hard gewerkt in het sprookjesbos. En ook zij ging meteen in bed en viel als een blok in slaap. En dan hebben we nog ons lange touw. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Papa Beer. En Papa Beer die had ook heel hard gewerkt in het sprookjesbos. En ook als hij thuis kwam, kroop hij meteen in zijn bed en ging hij slapen. Maar dat was natuurlijk niet zo eenvoudig. Want de beren hadden een heel klein huisje. En omdat ze een klein huisje hadden, was er maar plaats voor één bed. En het bed, dat kwam tot hier. Maar de lakens van het bed, die kwamen maar tot hier. Papa Beer die vond dat natuurlijk niet leuk. Want zo had Papa Beer altijd koude voeten. En Babybeer en Mama Beer, die vonden dat ook niet fijn. Want papa die had heel grote stinkvoetjes. En doordat papa zo stinkende voetjes had, konden Babybeer en Mama Beer niet slapen. Dus Babybeer bedacht een idee. En hij plooide zich helemaal dubbel. En zo kon hij toch een beetje slapen. Mama Beer, die plooide zich ook dubbel. En zo kon zij ook een klein beetje slapen. En Papa Beer, die deed natuurlijk net hetzelfde. En die plooide zich ook dubbel. En zo vielen ze toch alle drie in een diepe slaap. Maar toen ze alle drie aan het slapen waren, kwam plotseling de goede tovervee binnengevlogen. En de tovervee die had natuurlijk meteen gezien wat het probleem was bij onze drie beren. Zij nam een beetje onzichtbaar toverpoeder en ze strooide dat over de drie beren heen. En plotseling, op wonderbaarlijke wijze, waren onze drie beren plotseling even lang geworden. Haha. Nu was eigenlijk Babybeer was eigenlijk even groot geworden als Mama Beer. En Mama Beer die was dan weer even groot geworden als Papa Beer. En Papa Beer die bleef natuurlijk de grootste van de drie. Maar ze hadden natuurlijk niks in de gaten en bleven lekker verder slapen. Zelfs als de tovervee onze drie beren aan elkaar knoopte. Zelfs dan merkten onze beren nog helemaal niks van wat er gebeurde. En ze sliepen rustig verder. Ze bleven zelfs verder slapen toen de tovervee de drie beren rond een boom ging binden. Ik heb hier natuurlijk geen echte boom bij mij staan, dus gebruik ik even mijn hand. De drie beren merkten er niks van en werden rond een boom gewonden. Opnieuw nam de goede tovervee haar onzichtbaar toverpoeder. Misschien moeten jullie ook even kijken in jullie broekzakjes of jullie ook van dat magische toverpoeder hebben. Als je het niet kan zien en je kan het niet voelen, dan heb je echt onzichtbaar toverpoeder. Leg het toverpoeder op je hand en blaas het nu naar onze drie beren. En laten we nu even kijken of het echt wel heeft gewerkt. En ja hoor, onze drie beren hebben opnieuw alle drie hun normale grootte gekregen. Want kijk, we hebben hier terug ons kleine touwtje. En wie was dat weer? Ja, dat was Babybeer. En ons middelste grote touw, wie was dat? Juist, dat was Mama Beer. En ons langste touw, dat was natuurlijk Papa Beer.
papa beer en mama beer, die gingen opnieuw werken in het sprookjesbos. En baby beer kon opnieuw een hele dag gaan spelen in het sprookjesbos. En ik maak nu een buiging bijna tot tegen de grond. En ik hoop dat je dit een heel leuk verhaaltje vond. Dag lieve vriendjes en vriendinnetjes.